Welcome back. This is episode number 2 of my workflow. I know it's been a while, but today we're gonna have a look at my print process. We are visiting my print lab called the Final Art Print, and we were talking to Renee about the whole print process. For the last couple of years, I've been working with Renee, and I really enjoy working with him because he really listens and understands what I'm trying to say with my work. From there on, he is using his magic to create this absolutely stunning print. In case you missed episode number 1, where we shot the work that we are printing today, you can check the link down below in the caption. In the next episode, episode number 3, we will frame the work that Renee has printed today. And in episode number 4, we're gonna show you the framed and printed work on an exhibition in the museum in Bergen. I really hope you enjoyed this episode. I really enjoyed having a conversation with Renee about his whole process, and I hope you learned something about the art of printing. I hope to be back sooner with episode number 3, and see you next time. Ik ben blij dat ik ooit begonnen ben in de Doka en dat we ook op hoog niveau barietprints maakten en PE-prints. Doordat je die ervaring hebt, spreek je ook dezelfde taal als veel fotografen uit die tijd. En veel fotografen hebben ook die digitale slag geslagen met succes. En als je het dan hebt over correcties, bijvoorbeeld op de lichtbak, dan spreek je gewoon dezelfde taal die uit die Doka is voortgekomen. Ik bouw bijvoorbeeld de tint exact na zoals Ilford Warmtone ooit was. En ik kan de tint maken zoals Agfa-se in hun papier had. En al die informatie, die kennis, die is er nog wel. Maar als je dat van jongs af aan hebt meegekregen, dan zit het in je genen eigenlijk. En dat zorgt ervoor dat je ook niets anders in je leven meer wil doen dan dit, omdat je gewoon nooit zo goed wordt. Want dat duurt gewoon 25 jaar voordat je echt alles onder de knie hebt. Ja, op het moment dat ik een beeld van Bastiaan binnenkrijg, dan ga ik het beeld eerst op 100% uitstippen als dat nodig is. Want de prints worden uiteindelijk heel groot gebruikt, dus je ziet alles op een Epson printer. Vervolgens ga ik bepaalde bewerking op het beeld loslaten die ik altijd doe voor Bastiaan. Er komt een mooie bariettint in en de zwarting wordt iets dieper. Ik zorg dat, ondanks dat de zwarting dieper wordt, dat het beeld wel doortekend blijft, wat heel belangrijk is. Dat geeft een bepaalde rijkdom aan het beeld. En dan ga ik eerst een test maken op de printer. Om te kijken of ik wat ik op het scherm zie, of dat ook daadwerkelijk is wat ik voor ogen heb. En als we allebei tevreden zijn, dan zet ik de print aan. Dan vang ik hem op. Dan laat ik hem altijd een nacht drogen, uitwasemen, voordat hij op transport gaat. En vervolgens wordt hij opgehaald door een bedrijf wat hem mount. Na dat opplakken wordt hij bij de lijstenmaker afgeleverd. En dan is het out of my hands, zeg maar. Ja, voor Bastiaan hebben we in het verleden gekozen voor Innova Barita. Omdat dat papier, na heel veel testen, bleek uiteindelijk het meest overeen te komen met het oude analoge barietgevoel. En dat zit hem in de toon, dat zit hem in de structuur, in de oppervlakte. En we hebben daar ook originele bariets voor gebruikt om te kijken waar we naartoe moesten qua tint, qua structuur, qua beleving. En toen bleek dat het Innova-papier hetzelfde objectgevoel had als bariet. En omdat Bastiaan natuurlijk ook
heel klassiek fotografeert, sluit dat heel goed aan met dat Innova Barita in dit geval. Dus je bent altijd op zoek naar papiersoorten die het beeld versterken. En dat bleek met Innova Barita het geval te zijn. Ja. Archival pigmentprint, de term pigment zegt alles over de houdbaarheid van de printen. Dus archival pigmentprint betekent dat je een bepaalde garanties hebt over de kwaliteit van de print, de houdbaarheid van de print en de kleurechtheid van de print. De kunstenaars en fotografen waar ik voor werk, die verlangen naar die kwaliteit en die houdbaarheid van de inkten, van het papier. En die combinatie zorgt ervoor dat je een bepaalde garantie kan afgeven in het werk wat je print. Een print moet altijd opgeplakt worden, omdat op het moment dat je dat niet doet, dan is een digitale print, en zeker een digitale print die van de rol afkomt, daar zit gewoon te veel spanning in het papier. En die spanning kan je er alleen maar uithalen door het papier op te plakken op een drager. En als de lijstenmaker daar dan een passepartout voor wil, of hij gaat het aflopend inlijsten, dan zal het beeld nooit gaan bobbelen. En je krijgt een heel strak eindresultaat. Het middenformaat is tegenwoordig dusdanig kwalitatief dat je heel veel correcties kan doen zonder dat je je beeld om zeep helpt. Als je op klein beeld fotografeert, en zeker met weinig licht, dan kom je heel veel probleemstellingen tegen en die een middenformaat veel beter aan kan. Als je op afstand kijkt, dan lijken dat hele zwarte vlakken links en rechts. Maar ga je dichterbij, dan zie je die rijkdom komen. En dat effect zie ik vaak niet in digitale prints. En mensen weten niet wat het doet wat het effect is van de beschouwingsafstand. En waar tegenwoordig men wat mindere kwaliteit zomaar accepteert. Ook met klein beeld. Ik vind dat vaak heel arm als je dat groter gaat doen dan A0. Dan is het op afstand is mooi. En vaak doen labs veel te veel scherpte erop, maar dan denk je op afstand van nou, mooi beeld. En dan kom je dichterbij en elke meter die je dichterbij zet, het wordt een drama. En met middenformaat is dat echt een ander verhaal. Nu krijgen we veel meer detaillering. En dat is ook hetgeen waar we geëindigd zijn bij het analoge tijdperk. We hebben natuurlijk 150 jaar gedaan over de film, de techniek, de chemie, om daar te komen waar we eind jaren 90 zijn geëindigd. En het digitale tijdperk heeft ook zijn tijd nodig om naar een bepaald niveau te geraken, waar analoog 150 jaar over gedaan heeft. En nu zijn we misschien 30 jaar bezig digitaal, maar we zijn er nog niet. Ik zie dingen die nog beter kunnen. Men heeft het altijd over digitale print, maar ik ben het er helemaal niet mee eens. Het is geen digitale print. Het is een papier met een inkdruppel. En dat is ook een ambacht, mag je best wel zeggen. Want het gaat over papier en een inkdruppel. En de tussenfase is inderdaad een digitaal bestand. Maar wat je overhoudt, dat is gewoon in die zin ook een analoge druk. Dus ik ben er eigenlijk helemaal niet mee eens dat mensen roepen van ja, het is een digital archival print. Ja, dat doet geen recht aan het proces, vind ik. Het is gewoon inkt op papier. En dat is eigenlijk wat een Rembrandt ook doet op een canvas. Hij schildert op een canvas en dat is ook. Die inkt die hoef ik niet op te brengen, dat doet die machine.
Maar uiteindelijk is het alleen maar een druppeltje en een papiertje. That's it. Op het moment dat ik voor Bastiaan geprint heb, dan bij mij ligt het gewoon op een karton op de grond. En het is nog niet af. Je controleert het beeld voordat het naar de opplakker gaat. Maar ja, het is nog niet af. Ik kan er nog geen... hoe zeg je dat? Ik kijk nog heel erg technisch naar het beeld. En pas op een tentoonstelling kan je afstand nemen. En dan laat je het beeld binnenkomen. En dan laat je ook je emotie meer gaan. Je bent zo gefocust op controle tijdens het printwerk, dat alles maar goed is. Die 100% perfectie zie je pas als het beeld hangt. En het publiek eromheen is en het geweldig vindt. En ja, dat vind ik te gek. Dat vind ik echt een gek moment.